Hallo allemaal. In dit filmpje laat ik je zien hoe je nou precies zo'n document moet klaarmaken voor de opdracht verzin zelf een dier van je alien dierentuin. En ook hoe je hem vervolgens moet uploaden en inleveren met behulp van Teams. Dus laten we maar direct beginnen. We beginnen bij het begin en dat is de website van Talint die je hier ook voor je ziet. En daar ga ik naar het onderdeeltje Downloads. En daar vind ik op dit moment nog maar één bestand. Het kan best zijn tegen de tijd dat jij ernaar kijkt dat er al veel meer bestanden zijn. Maar het gaat mij om deze. Informatieblad aliendier.docx. Docx betekent dat je moet openen met Word. Ik klik hier opzettelijk nog niet op. Als ik dat doe, dan probeert hij hem te openen in Word. En het resultaat daarvan is meestal niet geweldig. Eigenlijk moet je dit bestand eerst gaan downloaden en dan openen in Word wat op je computer of op je laptop staat. En dat downloaden, er staat hier geen downloadknopje. Maar je ziet wel, als ik de muis eraf haal, dat het er anders uitziet dan als ik de muis erop doe. Vooral hier aan de rechterkant komen twee dingen bij. Nou, hier staat een datum bij, toen heb ik het erop gezet. En die drie puntjes, daar gaat het om. Als ik daarop klik, krijg ik nog een paar nieuwe opties. En daar staat ook bij download bestand. Die moet ik hebben, dus daar klik ik op. Nou moet ik er wel bij zeggen, ik zit achter een Mac-computer. En dan ziet alles er even wat anders uit dan op een Windows-computer. Maar in principe werkt het gelijk. Dus kijk maar even mee. Ik heb het gedownload en hij is ook binnengekomen. Dan ga ik nu naar mijn gewone Windows. Bij Windows heet dit Explorer. Bij mij op de Mac heet dat, Finder. En dan ga ik naar het mapje Downloads, want daar zet hij meestal alles neer. Ook achter de Windows computer is het een mapje Downloads. Ik zet hem even op toevoegingsdatum. En dan zou hij bovenaan moeten staan. Daar staat hij. Informatieblad aliendier.docx. Die moet ik hebben. Nu hij op mijn computer staat, nu ga ik hem openen. En ik onthoud waar dit bestand staat. In het mapje Downloads. Zo, even openen. En daar is hij. Een helemaal leeg ding. Hier moet van alles worden ingevuld en hier moet ook goed worden nagedacht. Het eerste wat je nodig hebt is de afbeelding. Ik heb al een afbeelding. Ik weet waar die staat. Want we werken op een computer. Ik doe even een ander tabblad. Zodat Downloads lekker open blijft staan. Op een computer werk je, wat ik in de les ook zei, eigenlijk is een bestandssysteem van de computer zijn doosjes en doosjes en doosjes en doosjes. En dat kunnen ontzettend veel doosjes zijn. En een bestand is eigenlijk een papiertje, wat er soms ook in een doos kan staan. Dus ik weet waar mijn afbeelding staat, daar ga ik nu naartoe. Dus ik open doosje op doosje op doosje. Ik begin op mijn bureaublad, daar staan al deze doosjes en deze twee papiertjes in principe. En dan ga ik naar het doosje Talint. Daar zitten weer doosjes in. Ik ga naar het doosje Talint 5.6. Zitten weer doosjes in. Ik ga naar jaar B. Zitten weer doosjes in. Ik ga naar blok 2 buitenaardse dierentuin. Zitten weer doosjes in. Ik ga naar lesdag 1. Weer doosjes en wat losse dingen. En één daarvan is deze. En ik weet dat dat mijn plaatje is. Die wil ik hier hebben. Hoe doe ik dat? Nou, ik zorg ervoor dat ik Word open heb. Dan pak ik mijn bestandsdingetje erbij. Ik schuif hem een beetje op. Ik pak het plaatje beet wat hier naartoe moet. En ik hou de muisknop, linkermuisknop ingedrukt en sleep hem hier naartoe. En nu laat ik hem los. Tadaa! Het kan zijn dat hij dan juist eerst heel groot is. Zo bijvoorbeeld. Nou, dan moet je de randjes opzoeken. En of van deze kant of van die kant hem kleiner maken. Even voor de duidelijkheid. Nooit een van de middelste punten pakken, want je vernielt de afbeelding. Hij wordt daar niet mooier van. Altijd groter of kleiner maken met behulp van de hoekpuntjes tot hij naar de zin is. Dit vind ik een mooi formaat. Het zou leuk zijn als je wat meer in het midden staat. Dat kan. Ik klik op het plaatje en klik hierop midden. En daar staat hij. Nou, de rest vul je in enzovoorts. Hoe je dat plaatje wat je misschien hebt getekend op de computer krijgt, dat hangt er ernstig vanaf wat je gebruikt. Gebruik je een iPad of een telefoon of wat dan ook, dat kan ik niet in het filmpje zeggen.
Vraag eventueel hulp om hem op je computer te krijgen. Jij weet, als hij een keer in de computer staat, hoe je hem in het document krijgt. Nou, je vult vervolgens alles in. Extra informatie, dit hebben we in de les ook allemaal wel besproken wat het inhoudt. En dan is het een kwestie van opslaan. Dus ik archief opslaan. Bij jullie zal er waarschijnlijk bestand opslaan staan als je een Windows computer gebruikt. En dan heb ik hem nu opgeslagen. Waar staat hij dan? Ja, dat weet ik nog. In het mapje downloads. Daar staat hij nog steeds. Die haal ik weer even in het midden. Dit is het bestand. Nu moet ik het inleveren bij Teams. Hoe doe ik dat? Nou ja, ik open natuurlijk eerst Teams. Log in met mijn inloggegevens. En in mijn geval zie je dat ik in heel veel groepen zit. En het gaat nu even om een speciale testgroep die ik heb aangemaakt. Testteam, juf en meester. Want daar zit een opdracht voor mij, zodat ik je kan laten zien hoe dat eruit ziet. Ik klik hier links op opdrachten. En dan gaat het in mijn geval om deze opdracht. Test oktober 2020. Want toen heb ik dit gemaakt. En nou ja, dit kan er op verschillende manieren uitzien. Ik kan hier dus ook nog punten mee halen. Hartstikke leuk. Ik kan hem inleveren als ik klaar ben, maar dat doe ik nog niet. Er staat maak de opdracht. Nou, bij deze testopdracht zit ook een Word documentje. Daarop staat testopdracht, lever dit document weer bij me in met je naam en telefoonnummer. Nou, dat doe ik niet, want ik laat je even zien hoe ik ook een bestand nu hieraan kan toevoegen. Want voor jullie is er ook een opdracht waarbij je dus dat documentje wat we net hebben gemaakt moet inleveren. Hoe doe je dat? Nou, hier zie je staan mijn werk toevoegen. Daar klik ik op. En dan staan hier een paar dingen en je ziet het makkelijk over het hoofd, maar hier beneden, die moet je hebben, staat uploaden van dit apparaat. Met andere woorden, vanaf de laptop waar ik nu achter zit. Dus daar klik ik op. En dan moet ik weer zoeken naar het mapje downloads. Want daar had ik het opgeslagen. Dat heb ik goed onthouden. En bovenaan zie ik hem staan, informatieblad Alien Dier. Dat is wat ik heb gemaakt. Daar staat mijn plaatje in. Ik klik op open. En hoep, daar is hij. Hij is met uploaden. Geüpload, zegt hij. Ik klik op gereed. En je ziet me hier bij mijn werk ook mijn bestand staan. Ben ik tevreden? Heb ik nu alles gedaan wat ik wilde doen? Ja, dan kan ik dit blad, ik kan er zelfs nog op klikken om te bekijken. En hoe ziet hij er hieruit? Hij ziet er zo uit, zie je? Met mijn plaatje. Je ziet ook dat hij een beetje aan het vervormen is. Daarom moet je hem eigenlijk ook bewerken, niet in Teams. En je mag proberen, maar doe het even op je computer downloaden en dan eraan werken. Maar hij is er dus. Sluiten. Ik heb hem geüpload. Hier staat hij. Dan kan ik hem nu inleveren bij, in dit geval, mijn juf. En klaar. Feest. Het is gelukt. Dat moet je doen. Ik hoop dat je je met behulp van dit filmpje nu goed kunt redden. Verzin je eigen fantasie, doe er wat leuks mee. En succes.